afdeling religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de registratie van belangstellenden voor de opleiding tot huwelijksambtenaren 68 aanmeldingen gehad. Voor Paramaribo en omliggende districten zijn 34 personen geregistreerd en voor Nikeri 34. RA verzorgt jaarlijks opleidingen van verschillende huwelijksambtenaren. De voordrachten voor training zijn bestemd voor verschillende religieuze organisaties in de samenleving. Het huwelijk is voor alle religieuze organisaties één van de belangrijkste onderdelen binnen de religie. Alle organisaties hebben dan ook behoefte aan de opleiding. Op dit moment hebben we voor Paramaribo, in feite dus de districten, omliggende districten, Wanica, Komowene, Saramaka, Para, 34. En voor Nikeri zijn er om en bij ook 34 geregistreerde, omdat we Nikeri altijd apart nemen. De minimale hoeveelheid voordat we een opleiding starten is 25. En elke organisatie die kan voordrachten doen, door het hele jaar door. Wanneer we zien dat er voldoende geregistreerde zijn, 25, dan beginnen we de voorbereidingen te treffen voor een opleiding tot huwelijksambtenaar, omdat dat een voorwaarde is om huwelijksambtenaar te worden. Tijdens de training worden de deelnemers vaardigheden bijgebracht die zij dienen te kennen bij het sluiten van een religieus huwelijk. Na een succesvolle afronding ontvangen zij een certificaat. Zij worden daar erkend en ingeschreven in het openbaar register als huwelijksambtenaar. Afhankelijk van de behoefte is Binnenlandse Zaken voornemens jaarlijks deze opleiding te verzorgen. Als er nog organisaties zijn die zeggen wij hebben nog steeds de behoefte aan een huwelijksambtenaar, dat is in feite, er is geen limiet daaraan voor de organisaties bij allemaal, alle religieën, ze zeggen het huwelijk is een belangrijk onderdeel van de religie. Dus alle organisaties die hebben een behoefte daaraan. Als deze organisatie zegt ik wil een huwelijksambtenaar hebben of ik wil nog eentje hebben, want de vraag bij ons is groot wat huwelijken betreft, dan kunnen ze de voordrachten alsnog doen. En wanneer de opleiding dan wordt afgedraaid, voordat het begint worden ze dan op de hoogte gesteld en dan starten we met de opleiding. Het minimale aantal deelnemers om een opleiding te kunnen starten is 25. Elke organisatie kan voordrachten doen. Wanneer er voldoende geregistreerden zijn, worden de nodige voorbereidingen getroffen. De opleiding duurt ongeveer 2 weken. Het voornemen is in feite jaarlijks, maar dat hangt natuurlijk af van de behoefte. Als vanuit de religieuze organisaties blijkt dat die behoefte er is en er zijn voldoende geregistreerden, dan wordt zo'n opleiding aan afgedraaid. En als er geen behoefte is, er zijn niet voldoende, dan wordt het voor zo'n jaar niet afgedraaid. En het kan ook zo zijn dat de behoefte zo groot is dat we meerdere opleidingen per jaar moeten afdraaien. Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft een 2-daags oriëntatiebezoek gebracht aan de districten Saramaka, Koroni en Nikeri. De bewindsman werd hartelijk welkom geheten en begeleid door de verschillende districtsvaders. Tijdens dit bezoek heeft de minister kennis gemaakt met het personeel en zaken die de nodige aandacht behoeven. De verschillende bouwwerkzaamheden, zoals het kantoor van de DC, het kantongebouw en het burgerinformatiecentrum, BIC, werden ook aangedaan door de minister en zijn delegatie.
Degenen die belast zijn met de werkzaamheden gaven ter plaatse een korte uitleg over de werkzaamheden die worden uitgevoerd. De verschillende coördinatoren van OVTNC in de districten hadden ook de gelegenheid in een persoonlijk gesprek met de minister van gedachten te wisselen en de knelpunten aan te kaarten. De minister was zeer ingenomen met de motivatie van het personeel en de werkzaamheden die worden uitgevoerd door staf en medewerkers in de districten en gaf dit in een samenvattend interview als volgt weer. We zijn met onze oriëntatie richting West begonnen in Salamaca. Daar werden we geleid door de DC om te kijken naar een aantal zaken die urgent aandacht nodig hebben. Of een paar dingen die, waarvan hij de ondersteuning vraagt van het ministerie. Zoals u weet trekken wij als ministerie van Openbare Werken gezamenlijk op met LVV en RO om zo onze acties op elkaar af te stemmen. Dus met de DC zijn we naar Pompgemaal gaan kijken bij Criola. We hebben net voorbij de brug uitkeken, ook gekeken naar de situatie daar waar er sprake was van afkalving van de weg en water het over de weg stroomde. Dat is tussen wel aangepakt, maar daar is de finishing touch nog nodig. Vervolgens zijn we naar een aantal landbouwgebieden gegaan waar er sluizen en kleine pompgemalen geïnstalleerd zijn. Die niet optimaal functioneren. Vallen onder het beheer van LVV, sommige vallen onder het beheer van regionale ontwikkeling. Toen zijn we langs de Oostwest getrokken naar een aantal belangrijke kustwerken, die wel onder het beheer van het ministerie van Openbare Werken vallen. En als ik de urgente dingen mag listen, is er aandacht gevraagd voor het gemaal bij Uitkijk. Er is aandacht gevraagd voor de weg achter het commissariaat van Groningen. En er is speciale aandacht gevraagd ook voor de sluis bij Calcutta. Dat was de prioriteitenlijst van de DC. Natuurlijk zijn er een aantal andere zaken die ook wel aandacht nodig hebben en die we misschien met het ministerie van LVV en het ministerie van Regionale Ontwikkeling gezamenlijk toch nog kunnen aanpakken. En ik ben ook naar mijn afdelingen geweest van het ministerie, al daar, openbaar groen, civiel technische werken. En daar heb ik dus ook met mijn technische mensen gesprekken gehad over de taken die aan hen toebedeeld zijn en hoe we die kunnen uitvoeren. Daarna zijn we naar Coroni gegaan. In Coroni is er één hele urgente kwestie bij kilometer 111. Waar de weg eigenlijk weggespoeld wordt van onderen uit, onderzameling noemen we dat. En dat dus de weg, doordat er onderloopswater stroomt, begint de weg een beetje te zakken. Maar wanneer het water heel snel stroomt en er veel materiaal tegelijk weggaat, dan ontstaat er een gat en dan kan het asfalt plotseling heel erg snel wegzakken. Wat tot een calamiteit kan leiden. We zien het af en toe ook bij de openbare wegen, wanneer er een duiker open staat en het materiaal onder het asfalt wegspoelt, dan kan het asfalt wel een beetje van die kracht opnemen, maar op een gegeven moment bezwijkt het asfalt en dan zie je plots een terug groot gat onder de weg was al die tijd. Dus dat hebben we daar in Coroni, dat speelt. De DC heeft op een manier geprobeerd om de situatie tijdelijk te verbeteren, maar dat gaat opgenomen worden in ons project. Een herasfalteringsproject Jenny Hena. Daarna is er bijzonder aandacht gevraagd voor een aantal dambreuken of scheuren in de zoetwaterkerende dam aan de zuidzijde van Coroni, zeg maar. Tussen de Coroni-zwamp en de landbouwgebieden al daar. En daar hebben we met de DC wel afgesproken dat we dat heel snel moeten aanpakken, omdat de druk op de dam toeneemt en het gaat alleen maar meer toenemen aangezien de grote regentijd nadert en dat het in het zuiden al heel erg veel regent, dus de zwamp begint op te komen. Dus er zijn drukverlichtende maatregelen besproken en die zullen we dus uitvoeren. Onder andere wat overlaat mogelijkheden creëren dat het water over de dam kan komen of gepompt kan worden, zodat het water niet te veel stijgt en er zodoende te veel druk op de dam ontstaat.
De Suriname India Chamber of Commerce and Industry, SICCI, heeft dit jaar in New Delhi, India, een samenwerkingsovereenkomst getekend met de overkoepelende Kamer van Koophandel uit India, de Confederation of Indian Industry, CII. Het doel van SICCI, die in 2017 is opgericht, is om de handels- en economische betrekkingen tussen Suriname en India te bevorderen. De voorzitter van de SICCI, de heer Nizar Bisumbar, presenteerde enkele projecten die betrekking hebben op onder andere ICT, agro en ondernemerschap. Onlangs vond de proclamatie van de SICCI plaats in het Lalaroek-gebouw. De vicepresident, de ambassadeur van India en de minister van Handel, Industrie en Toerisme waren aanwezig bij de proclamatie. Minister Seven Sang, die de proclamatie deed, benadrukte het volgende. Als ik kijk naar het overzicht van de vier leidende programma's die de voorzitter heeft gepresenteerd, die India heeft geïmplementeerd, en die mede aan de basis staan van de shift die India heeft weten te maken tot een leading power, dan ben ik enigszins gerust omdat het beleid van Suriname zich in de afgelopen jaren ook op dezelfde vlakken heeft gericht. De taak van ons als overheid is om deze fundamenten nu verder te verfijnen tot een model dat werkt voor Suriname. Degenen die me hebben gevolgd weten dat ik ga voor PPP, Public-Private Partnerships. Ik kijk met name uit naar private sector initiatieven die kunnen inspelen op de breedbandontwikkelingen in Suriname en dienstmogelijkheden tot het opzetten van hubs voor technologische helpdesk, online educatie en dataservers. Daarnaast is het interessant om de ontwikkelingen in India te volgen op het gebied van solar energy, zodat we onze energiebalans steeds meer verduurzamen en onze afhankelijkheid van dieselstroom steeds meer kunnen afbouwen. Niet alleen als overheid, maar juist voor de private energieproducenten die de markt nu mogen betreden met de elektriciteitswet en verplicht zijn duurzame energie aan te bieden. De Chamber kan als katalysator in de relatie met India door het interesseren van ondernemers om hier duurzaam te komen produceren, dan wel Suriname te beschouwen als logistiek centrum voor hun wereldwijde markt. Ook vicepresident Ashwin Adin benadrukte de rol van de private sector. De relatie India-Suriname is inderdaad jaren blijven liggen. Hè? En als ik u zeg wat Prime Minister Modi nou in zijn hoofd heeft, hij wil zoveel doen met Suriname. Maar dan zeg je bij jezelf, zijn we ready ervoor? En daarom doe je voor dit soort initiatieven toe, want het geeft ons een anker. Een anker om dan te kiezen en te gaan richting keuzes waar wij het beste kunnen halen uit die voorzichtige zeilen tussen de grootmachten die er zijn. En u weet waarover ik het heb. Het gaat om profileren van bedrijven en vanuit de grootmachten om te zeggen, luister, entrepreneurship en allerlei instituten opzetten om hier te vestigen. De Chamber zal samen met stakeholders nagaan welke activiteiten ontplooid kunnen worden om investeringen uit India in Suriname te krijgen.